Dit is Vooruitzicht Paaspop. De komende 4 weken ga je zien wie er onder andere op Paaspop optreden, interviews, muziek natuurlijk, zodat je alvast een spoorboekje kunt gaan maken voor wanneer het Paaspop echt is. En natuurlijk is Omroep Brabant daar ook bij, zodat je van de officiële opening van het festivalseizoen in Nederland helemaal niks gaat missen. Alleen wat is er nou ook nog leuker dan nog even terugblikken. Vorig jaar, 3 dagen en een zonnetje erbij. Dit was Paaspop 2011. En dan was het Paaspop 2011 in 1 minuut 50. Komende weken ga je nog veel meer archiefbeelden zien van allerlei bands, artiesten en sfeer wat zich de afgelopen jaren afgespeeld heeft in Schijndel. Nou, wat kun je verwachten voor deze aflevering? Een interview met Jacques Poels, Mr. Roanaise wat mij betreft, Memphis Maniacs en Enge Buren. Enge Buren stond er maar liefst 5 keer en zijn gestrikt voor de 2012 editie in de theatertent op de zondag. Enge Buren is muzikaal cabaret. Yes. Zo. Kort mijn kracht. Ja. Popcabaret mag ook. Oh ja. Zo. Popcabaret. Gewoon persifleren van heel veel dingen. Van liedjes die je kent. En die dan net iets anders worden. En waar je van denkt van verrek. Dat bedoelden die gasten. En dat doen wij dan. We gaan wat dingen doen met Nederlandstalige popmuziek. Nick en Simon, jongens. Komen jullie ook langs? Nick nog Simon. Kennen jullie Nick en Simon? Stukje Nick en Simon ja, voor ja. Paaspop in Schijndel. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een andere, mijn wordt het pijn. Want jouw liefde, waarmee jij mij soms verblijft, wil ik liever, 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 liever voor altijd. Weet je, wij doen het anders, Paaspop, namelijk zo. Rosanne. Marco Borsato, is hij er trouwens? Op Paaspop? Ja, hij komt bij ons kijken. Hij komt kijken in de theatertent. Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren.
mooi waar. Ja. We doen theater, maar we doen ook, kijk, op paaspop kan alles. Het leuke is, als je in het theater speelt, mensen gewoon opstaan en zeggen, ja, ik moet pissen, ze schaar gewoon even weg. Ik kom straks terug, ja, ik heb toch geen klote gemist. Nou ja, dat, en dat is paaspop. En dat is gaaf. Dus doe gewoon allemaal lekker waar je zin in hebt. Kom lekker bij ons kijken. Ga ook naar Kane. Alhoewel, zeg ik nou, maar oké, doe gewoon wat je wil. I be searching for myself such a long time. I'm feeling the answer with an answer nobody seems on my mind. Waiting for your love, waiting for your kiss. Oh my, there's a misery, something gonna spell on me. My soul would clink. Ja, ik vond het, het ziet er steeds spectaculairder uit. Ik vind het echt zeer mooi, het hele programma. Ik vind het leuk dat de theaterweide steeds meer op het veld ook gebeurt. Dat vind ik, daar hou ik heel erg van. Dus ik vind het superleuk. En afgelopen jaar, toen was het natuurlijk ook een waanzinnig mooi weer. Ja. Dan is het zweetje heel mooi. Dus één heel leuke acte, een zintuigelijke massagesalon. Oh. Wie waren dat? Waren de gasten? Oh, dat waren we zelf. Oh ja, shit. Nee, maar de sfeer is gewoon perfect. Gewoon mooie tenten. Ook progressieve dingetjes gezien. Echt niet alleen maar hoempa. Ja, leuke muziek. Oh. Gewoon echt andere dingen dan anders. Ik heb vrienden voor het leven. Steun door lieve leven. Wat een vriend aan mij kan geven. Is aan geld niet besteed. Zo had hij moeten klinken. Ik heb vrienden voor het leven. De Theo's komen toch wel, of niet? Komen Theo's. De Theo's? Ja, de Theo's komen wel. Ja. Jongens, de Theo's hebben ons gevraagd om een lieder te zingen voor de Theo's. Want ze konden even niet aanwezig zijn. Ze zijn druk, hè? Conciërges, die zijn altijd druk. Maar we hebben een heel mooi lieder over de Theo's. Hoe heet je? Theo, Theo, Bobeo's, de hele Jalio, Heo's, Inimani, Momeo's, de Theo's, de Theo's. Oh, ze zijn er weer. Ik denk dat ze weer uit de lucht komen vallen vandaag. Ik denk het wel. Thank you.
Ben ik eigenlijk ook jong mee bezig, jongens? Schiet er iedereen op en terug. Het is ook altijd wat met die mannen. Maar ze horen natuurlijk gewoon bij Paaspop, deze lieve conciërges. Want zij zorgen ervoor dat alles op tijd verloopt natuurlijk. Ze stonden er vorig jaar en ze staan er dit jaar weer. En terecht, want ze zijn de koning van de mashups, de Memphis Maniacs. Ze waren laatst in Brabant en daar kon ik ze gelukkig even aan hun vestje trekken voor een interview. Memphis Maniacs zijn 5 totaal losgeslagen gasten uit Amerika. In ieder geval, dat spelen wij. We zijn gewoon Nederlandse jongens in, in de grote film The Memphis Maniacs. We flikkeren alle muzieksoorten in een blender en mixen dat. En dan krijg je daar gewoon een ontzettende gave show van. Ik vond toen mijn DJ's heel vet, wat hun doen. En de rest van de band ook. En toen hadden ze iets van, dat gaan we live doen. Sommige mensen denken, ja, dat is makkelijk, maar de manier waarop wij die nummers maken, dat moet helemaal qua toonsoort kloppen en dan moet qua hier die overgang weer en dan moet iedereen van de band het ook nog leuke nummers vinden. Bijvoorbeeld het kleine café in de haven, heeft het helaas niet gered. En ik heb een hit omdat er Fuck You in zit van Danny Panadero. I like the way you move. Als je kijkt naar de set, vorig jaar Paaspop en dan dit jaar Paaspop. Is het één op één hetzelfde? Kunnen mensen denken, oh, Memphis Maniacs heb ik al gezien? Die mashups ken ik? Nee, absoluut niet. Nee. We denk voor 60% nieuw materiaal. En zeg maar degene die echt heel erg goed werkt en waar iedereen helemaal uit zijn dak gaat, die houden we dan in de set. En voor de rest wordt gewoon vervangen door nieuwe mashups en rare medleys of... Hoe worden die mashups gemaakt? Gaan jullie bij elkaar zitten zo van, ik heb dit gehoord, dit moet erin, dat moet erin. En is het dan een soort foldermodel om dat uit te vechten? Nou, zo. Zoals je nou weer zegt. Ja, precies. Ja, alleen dan met meer discussie. Nee, we houden allemaal heel erg van elkaar, maar iedereen heeft wel een mening. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Hyper, hyper. Hyper, hyper. Your smile.
Memphis Maniacs, zondag theatertent. Ga het checken en ik hoop dat je nog een beetje plek hebt om te dansen, want het dak gaat eraf met die gasten. Maar dat doet het zeker ook bij Roanesse. Die staan er natuurlijk ook weer. Alleen die mannen zijn gewoon erg druk. Bezig met een nieuwe plaat, bezig met een theatertournee en dan interviews, daar hebben ze dan geen tijd voor. Maar toch, er werd tijd gemaakt voor een exclusief gesprek speciaal voor Paaspop. Een wijs man uit Horst, Amerika, die vertelde ooit eens dat je het beste kon spelen tussen 8 en 9. Ja, dat is de beste plek. Die wil ik wel eens leren kennen, die wijze man die dit soort inzichten paraat heeft. We spelen eigenlijk liefst 's middags tussen 8 en 9 of zo. Ik kom dan eigenlijk zelf... Ja, ik kan zelf nog op pils pakken. Ja. Onder mij, je land voorbij. Het vliegt u geweerd zich omhoog. Wolken door, nacht 12 uur. En het zonlicht dat brandt in mijn oor. Oh, ik hoor. Daar ik sloop, misschien wel het mij. Als ik droom van een boer in een zomerse wijn. Auto vliegt in, een trein een boer. Auto vliegt in, een trein een boer. Waar is de wereld te en op de kaart nog steeds in een haven in zich. Maar ik zoek en maar ik vroeg, hoe laat kon de kroeg hier doen? Want ik weet hoe dat viel, straks is er nergens wat hoog. En zie zo later wie het water was de vreemd in storm. Auto een trein en boer, auto vliegt in, een trein en boer, wat is de wereld ervoor? Ik weet zelfs nog het oermoment dat wij voor het allereerst daar speelden. Het hadden we de dag van tevoren hadden we in het zuiden van Limburg ergens gespeeld op een brandweerfeest. Het was alles vochtig geworden, dat was allemaal, of de brandweer die organiseerde het en dat was een heel vochtige tent. We gingen daarna, de dag daarna naar Schijndel in de paardenbak en we beginnen en Martijn, onze drummer, omschrijft dat nog altijd als het begin van een motocross. Er ging ineens al het stof in die paardenbak ging omhoog en dat sloeg allemaal neer op die mengtafel die vochtig was nog van de dag van tevoren. Dus het was één vet aangekloekte modder. Pool, zeg maar. Dus dat en dat aanzicht van het eerste liedje, dat is wel, ik denk Henk is een lollige fan, zo, dat we begonnen en dat stof zo helemaal, inderdaad, als de start van de motocross zo helemaal naar boven, ja, dat is onvergetelijk, ja. Maar wel spelen. Ja, ja, altijd, hè. Godverdomme. Ook dat zijn we aan onze stand verplicht, hè. Altijd spelen. Ja. Zoveel tier en zoveel energie, en amper iemand die me kent, zeg nou wie. Soms heb ik het toen ik het verhaal laat meer. Gezicht zal ik me helaas weer niet, want het kunt nog een eeuwig leven hier. Ah, ik vroeg hem maar door je lief. Denk, ik begreep het niet. Maar ik weet nou, hoor al iets gebeurd. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburg sloeg, dat heel Holland Limburg sloeg. Er zit zo'n mooie constante zit er in een schijn. Dat zit er gewoon in hersen ook, weet je, een beetje degelijk, weet je wel. Dat blijft op een mooie lijn doorgaan. En dan probeer steeds verder iets omhoog met mooie logo's en een goede website en alles erop en eraan, weet je wel. Dat zien we graag, die constante, langzaam klimmende lijn, maar wel dat het goed degelijk blijft, zeg maar. Dat heeft schijn al, dat zie je gewoon door de jaren heen, is dat zo gegroeid. Deel je de mening? Het mag wel rauwer en minder gelikt? Ja, ja, ja. Het verschil is, als we hier in theater vanavond een plectrum valt, dan ziet de hele zaal het, weet je wel. En als ik in Schijndel om zou vallen, ik noem eens even iets, dan zou ook wel mensen dat zien, maar dan zo, weet je wel. Dus daar zit in die zin wel een heel groot verschil in energie, zeg maar ook. En rauwe, ja, ik hou er wat nog steeds van. Ik vind dat gebeurt nog altijd. En dat is ook een compliment na 26 jaar dat je nog steeds
vanaf die eerste keer dat stof dwaalde, dat je toch nog iets teweeg brengt in een tent. Dat is, ja, dan heb je nog een soort urgentie of een soort bestaansrecht, zeg maar. Dat is fijn. Hou vast, hou vast, hou vast. Bestel maar! Je zit al oren lang te kijken naar ons schoon. Niks te proten, niks te zien, niks te beleven. Goed verwerking allemaal, wat zinnigs door. En met de hand in de geest loopt er een storm. Alles donker aan broertje in een dik. En er is gevreemd, ik ga de hoes naar petten. Ziet zachtjes in de weg en het verlossen. In het café aan de tafel, maar later. De klopt die kinderen niet zien, die enkele hoer. Van al het bier werden stiekem mama zat. Het duurt nou echt genoeg, ze tieren weg te gaan. Je pakt een pilsje en ook een nippen te betalen. Kunt dan net nog zonnebloeien bij jouw stoom. Stel aan de raam, maar zoek de tuinaar en een wijman. Wie denkt er nou zo vroeger aan naar huis toe? Bestel maar. Je weet dat ik het niet kan roten. Nog even en dan begin ik. Het wil weer terug te glazen worden. De verjaardelijk kunt naar binnen. Wow, en maar dat maakt verdiening zoet. Ik heb pietje dat ik het had kunnen winnen. Maar het tegenstaan misschien wat op zo goed. En zo wel de lopen te beleven. Niet ze komen dan naar binnen, niet ze go. Maar stopt hij aan, ze wel en niet, en dat kan ik scheren. Zolang het weer en de gevier maar blijven stoot. 1, 2, 3, hard bestel maar. En dit was hem. Nog 3 afleveringen te gaan en dan ben je helemaal bij wat betreft Paaspop 2012 Schijndel. En Paaspop zelf, ja, dat begint op 6 april. Luister ook naar Omroep Brabant Radio, want daar kun je kaarten winnen. Ik zeg tot volgende week. Houdoe! Bestel maar!